is Tovenaar. Een klucht voor radio door Alexander Guyen. De vertaling is van Frank Hertsen, de regie heeft Jacques Besançon. Goedenavond allemaal. Dit geval, pardon, ik bedoel dit spel wat u nu gaat beluisteren, dat zouden we wel kunnen plaatsen in 914. Het jaar 914, geloof ik. Goed. Wel, het kan natuurlijk best 914 zijn. Als ik me goed herinner, dan zegt een van de medespelenden ook dat het dat jaar is. Maar, ziet u, ik heb het geval, ik bedoel, het spel ook gelezen. En ik ben er bijna zeker van dat kijk, het is allemaal een tikkeltje eigenaardig, begrijpt u? Het hobbelt een beetje door de tijd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, bedoel ik dat dan? Nou goed, nou maar niet, kijk, in elk geval laat ik dan eerst maar even doorgaan. Hè? Dan ontdekt u misschien zelf wel. Dan hoef ik niet al die moeite te doen. mooi. Kijkt u eens, hier zijn we dan in de werkkamer van de tovenaar. Hè? De studeerkamer, liever gezegd. Of is het toch werkkamer, hè? Goed, het is hier behoorlijk donker, dat wel. Alleen daar bij het vuur niet, daar... Bij de open haard, hè? Ja. Het is een dikke lucht hier. Als u het mij vraagt, dan ruikt het nogal vreemd, hè? Ja, niet vies, nee. En daar in elkaar gedoken, hè? Of zal ik nou liever zeggen, de platgedrukte. Daar midden in die kamer, daar zien we dan de beroemde magier Bill. Gemil, ja. Nou ja, zien. Hij is bijna helemaal verstopt in zijn zijden mantel. Maar, kijk, zijn handen zien we tenminste. En zijn gezicht. Ja, zijn gezicht ook. Natuurlijk. Oud. Het is een oud gezicht. Oud en wijs. Maar ook, neemt u me niet kwalijk, een tikkeltje angstig. Ja, dwaas. Armzalig oude dwaas. Jood. Mislukkeling. Oh. Nee. Mislukkeling zeker niet. Nee. Ik heb het laatste jaar succes gehad. Ik heb triomfen gevierd. Maar dat is vorig jaar. Hele grote successen. Enorme grote stommiteit. Oom. Oompje. Ach, laat me toch met rust, kind. Alsjeblieft, laat me met rust. Gun een oude man zijn somber overpeinzingen. Ja. Julia, ik ben een mislukking. Oh, nee, oom. Dat bent u niet. Oh, ja. En het is niet goed dat u zichzelf kwelt met zulke gedachten. U bent de knapste magier uit de hele christelijke wereld. Ach, ik heb er 7 jaar aan gewerkt en het is allemaal voor niks geweest. Voor niks. Niemendal. 7 jaar heb ik me ingespannen. Ik heb al mijn reserves opgebruikt. Oom. Ik heb ieder restje kennis eraan gespendeerd, Julia. Ja, helemaal fantasie, mijn verbeelding heb ik erbij gehaald. Hart, geest, kracht, alles is op de schaal geworpen. Waarvoor? Na 7 jaar ben ik nog net zo ver als het begin.
Na 7 jaar ben ik nog net zo ver van het antwoord verwijderd. Oh, is uw laatste toverformule ook weer mislukt? Mislukt, mislukt. Wat heet mislukt, Julia? Dat is heel zacht uitgedrukt. Mislukt, mislukt. Er is een ramp gebeurd. Het lukt of het lukt niet? Ja. Dat was in elk geval geen gewone mislukking. Nee, goede genade, heilige Merlijn, nee. Hier komt heus een reactie. Heeft u eigenlijk al gegeten, oom? Eten. Jij vraagt me of ik gegeten heb, kind. Ik sta hier oog in oog bij de crisis in mijn carrière. Denk je dat ik dat kan aanzien met een... een volle maag. Ik weet zeker dat u zult vinden wat u zoekt, oompje. Want u zoekt toch ergens naar, niet? De tijd gaat verder, schrok voel het. De tijd gaat als maar verder. Dan zal ik maar even iets voor u gaan klaarmaken. Als maar verder. Oh, en ik weet een heleboel. Ja, de familie is te houden. De kunst zit in de toppen van mijn vingers, zit er meteen. De kennis van de magie ligt als een gekronkelde slang achter mijn ogen. Ik heb de koningin van Bourgondië van de reumatiek afgeroepen. Ja. Ik zei, zaaie touw in de winter en 1000 mijl verder veranderen de schepen hun koers. Ja. En één keer... Wat niet in mijn hoofd zit, dat zit hier. Hier in de kamer. Oude boeken, de Chinese boeken, de Egyptische boeken. Het is allemaal kennis. Ja, het is allemaal kennis. En toch... Toch schijnt er één ding te bestaan waarop geen antwoord mogelijk is. Eén zaak, dat is dan meteen de belangrijkste. De koningin van Bourgondië had reumatiek, heb ik genezen. Mens is nou 85, ze is absoluut reumatiekvrij. Geen spoortje meer. Ze springt in de rond als een veulen. Ze huppelt als een lam in de wijk. Komt allemaal door mijn elixer, door mijn eigen elixer. Maar eeuwig. In leven houden kan ik er niet. Oh, natuurlijk zal ze me roepen. Ze zal ook de priester roepen. En die oude dwaas zal een reis naar de eeuwigheid zegenen. En die zal luid bidden dat haar zalige bestemming het resultaat van haar aardse daden zal zijn. Daarbij vergeleken zal haar genezing van de reumatieke schijntjes zijn. Een onbetekenend voorval. Wat is de waarde van een genezing als je toch niet eeuwig kunt voor me staan? Mogen alle kwaadaardige gezwellen... Hey, wat zeg je nou, man? Een man, oompje. Man? Een vreemde man. Hij komt eraan. Hallo. Iedereen. Mag ik binnenkomen? Kan iemand mij misschien vertellen waar ik ben? Ik schijn een klein ongelukje te hebben gehad. Mijn naam is Smit. Excuseert u me dat ik u misschien heb laten schrikken? Dat bedoel ik niet zo, nee. Verstaat u mij? Mijn naam is Smit. Smit, ja, ik versta u wel. Oh, godzijdank. U verstaat mij. Ja, en mijn naam is Gumbel. Gumbel, meneer, dit is mijn nichtje. Mijn nichtje Julia. Aangenaam, mevrouw. Tja, ik moet nogmaals mijn verontschuldigingen aanbieden voor mijn vaagheid. Nee? Maar ik heb het gevoel dat er iets... Dat ik iets heel geks heb meegemaakt. Ja. Ik zal proberen het u uit te leggen. Zo simpel mogelijk natuurlijk. Ja. Kijk u eens... Ik was bezig met een experiment, ziet u, en... Ja, ik begrijp u wel. Werkelijk? Ja. Ach, dat is prima. Ja, kijk, het is allemaal mijn schuld. Zeg, vreemdeling, waar kom u vandaan? Waar? Ik? Ja. Oh, uit mijn laboratorium natuurlijk, waar anders? Ja. Ik denk niet dat u ooit van mijn laboratorium gehoord heeft. Ja. Een van onze recente onderzoekingen betrof de spectrogyronostomie. Oh ja. Ja, werkelijk zeer interessant. Maar we hebben het probleem weten op te lossen. Goed. Daarna ben ik bezig geweest met wat voorbereidend werk voor iets zeer interessants. Ja. Ik beweer geenszins te veel als ik zeg dat dit een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de mensheid betekende. Ja. Ik ben natuurkundige, ziet u. Wij geleerden zijn altijd de voorlopers in de nieuwe ontwikkelingen. Vertelt u me eens, waarom draagt u zulke kleren? Hé, meneer Smit, zijn hele gewone kleren. Die van u zijn vreemd. Wel, wat is hier aan de hand? Waar voor de duivel ben ik? Welk jaar is dit? 914. Oh, wat heb ik gedaan in Einsteins naam? Wat heb ik gedaan? Is die man gek, hoor? Oh, dat is best mogelijk, hoor. Maar je moet niet bang zijn. Oh. Zeg, vreemdeling, meneer Smit, vertel eens. Waar dacht u nou eigenlijk dat u was? 1971 natuurlijk. Het is zo, oom. Hij is gek. En het is 1971. Begrijpt u dat dan niet? Geen wil zien. Het is wel hoor. Vreemdeling. U bent uit de toekomst gekomen. Waarachtig. Inderdaad.
In het verleden... Waar geen tijd meer is. Gisteren. Vecht vandaag. De wereld, morgen, middag en avond, de hele boel bij elkaar. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Nou, hou nou maar eens op. Oom, als dit waar is, als u deze man uit de tijd hebt gehaald... Ja. Ik bedoel, vanuit zijn tijd naar de onze, dan... u moest u schamen. Kinderen, dat is helemaal niet mijn bedoeling om deze man hier te halen, hoe interessant het ook is. Want het is toch zeker een bewijs van mijn kracht. Het was mijn bedoeling helemaal niet om met de tijd te experimenteren. Nee, ik wilde alleen de dood overwinnen. Meneer, mijn welgemeende excuses. Dus dan bent u misschien de een of andere tovenaar? Meneer, ik ben de allergrootste tovenaar. Nou, wel, in elk geval, uw verontschuldigingen zijn niet nodig. De fout zat bij mij. Huh? Ziet u, oude man, het is namelijk zo dat de experimenten waarmee ik bezig ben in brede verband te maken hebben met wat men noemt het eeuwige leven. Het is verbazingwekkend dat u er op uw manier ook mee bezig bent, maar ik beschouw het toch meer als een toeval. Waarschijnlijk zijn mijn berekeningen ergens uit de hand gelopen, een decimaaltje of zo, maar de fout lag bij mij. Gij zijt een luterende dwaas, ja. Ik, Gumbel, heb mijn fout al gelokaliseerd. De fout zat in de zevende bestanddeel. Als natuurkundige veroorloof ik mij op te merken dat ik het recht heb op mijn eigen fouten. Ik claim mijn eigen fouten. Dat doen wij allemaal. Huh? Meneer Kant is op een behoorlijke verklaring van die fout. De grootste en de meest populaire boeken over de evolutie hadden wetenschappelijke fouten onderkend. Ik heb u hier gebracht. Dat spijt mij, ik heb mijzelf hier gebracht. Breng jezelf dan ook maar weer terug. Ja. Wel, het spijt me dat ik hem heb, dat ik hem kwaad heb gemaakt. Ach, oom is een wind die zichzelf wegblaast. Hij is een goede man. Ja. Hij zal nog geen vlieg kwaad doen. Alleen hem nemen in de weg staan. En wat gebeurt daarmee? Ja, hij is een tovenaar. Ja. Dus dit is nu de oude... Zo oud ben ik niet, meneer. U begrijpt mij verkeerd. Is het bij u erg anders? Oh, heel erg. Meer sanitair bijvoorbeeld. En lichter. Het is hier erg donker, vindt u niet? Ben ik ook anders dan de dames in uw tijd? Wel, ik geloof u bent interessanter. Oh, zijn de dames in uw tijd... Ik wou dat u niet steeds zei in uw tijd. Het maakt dat ik me honderden jaren oud voel. Verdraaid, ik ben het dan ook. Goeie hemel. Ik denk niet dat ik ook nog ooit terug kan. Wees u maar niet bedroefd. Ik wil u best af en toe een beetje minder eenzaam maken. Juist, ja. Wel, dan ga ik nu maar aan mijn terugkeer werken. Want om terug te keren zal ik wel moeten werken, denk ik zo. Als het niet gemakkelijk zijn zonder mijn boeken. Maar goed, ik zal het moeten proberen. Ik bedoel, men moet tegenspoed niet uit de weg gaan. Misschien wilt u na een tijdje wel helemaal niet meer terug. Nou, dat denk ik toch niet. Vindt u mij een beetje mooi? Mooi, ja, zeker. Tamelijk, zo is het toch. Oh, maar dit is niet mijn mooiste jurk, hoor. Ik heb er nog eentje van zijde die oom voor mij heeft gekocht van het geld dat hij heeft verdiend met een gelukte voorspelling. Ik ben maagd, weet u dat? Werkelijk? Maar ik ben niet vrij. Bent u ook niet vrij meer? Nee, och, mij mist niemand. Maar mijn werk staat stil. Tenminste, voor zolang als dit hier duurt. Vindt u mij aardig? Als u mij aardig vindt, mag u me zoenen. Ridder Roland heeft gezegd dat ik de zoetste adem in het hele koninkrijk heb. Ik denk dat u me nog wel eens mag kussen. Ik zal u driemaal neerslaan. Ridder Roland! Wie is deze man? Aangenaam. Mijn naam is Smit. Ik ben natuurkundige. Natura, dat kan ik zien. Nee, dat is het niet. Dit is Ridder Roland met wie ik verloofd ben. Juist, en dat blijft zo. Hij die de maagd jullie aan benadert, sterft door mijn zwaard. Uw boosheid is misplaatst, meneer. Want ik ben het die hem verleidde. En je moet ook niet zo de bullebak uithangen, al doe je dat dan ook nog zo fantastisch. Smit is een vreemdeling, ver weg van huis, en je moet hem vriendelijk ontvangen. Dat zullen we later nog wel bespreken, Julia. En u, mijn heer, uit welk land komt u? Meneer Smit komt uit de toekomst. Hij is een duivel. Nou ja, we leven in een vreemde wereld. En we kunnen dit het beste oplossen door met kracht te gaan. Ik ben een geleerde. Zo is het, meneer Smit is een geleerde. Hij deed een proef die mislukte, of misschien mislukte die van oom. Maar hoe dan ook, hij is nou hier. En ik hou van hem. Dan zal Smit sterven. Nee! En of... Ik denk dat ik het wel kan uitleggen. Ridder Roland, goed.
Gebeuren hier wel vreemde dingen in mijn huis. Deze man is van plan om mij te vermoorden. Ik weiger te sterven voor een decimaalfout. Hé, Tweede Roeland, is het waar? Inderdaad. Als u niet binnengekomen was, zou hij nu door mijn zwaard in duizend... Ja, ja, zoals gewoonlijk. Uw zwaard is weer scherper dan uw verstand. In ieder geval, u kunt hem helemaal niet doden, want dat zou de situatie nog gecompliceerder maken dan de situatie eigenlijk al is. Ik moet hem doden. Uw nichtje heeft zojuist gezegd dat zij van die man hield. Oh, is het waar, Julia? Jawel, oompje. Ik hou van de vreemdeling. Dood aan de vreemdeling. Toe, nou is het afgelopen, jullie allebei. Laat er niks meer over horen. Te laat. Toen ik binnenkwam, waren ze bezig elkaar af te likken. Huh? Hij zal sterven. Mijn riddereer zal slechts geraakt zijn als hij sterft. Moet u nou per se met die middeleeuwse romantiek doorgaan? Oh ja, natuurlijk. Dat kan niet anders. En als ik hem nou eens liet verdwijnen. Verdwijnen? Ja. Oh, lieve hemel. Oh. Aangezien zijn komst... mijn werk was, zal zijn vertrek ook mijn werk zijn. Ik zal hem naar zijn eigen tijd terugsturen. Oh nee, oompje. Zullen we dan voor altijd van hem verlost zijn? Nou ja, voor eeuwig. Dat is lang genoeg. Heb ik hier ook nog iets in te zeggen? Heel weinig, denk ik. Luister jij eens, kerel. Ik bezit een graad in de natuurkunde, begrijp je wel? Huh? Het is voor u volkomen onmogelijk iets voor mij te doen. Misschien als ik genoeg tijd zou hebben... en als ik eens mijn ongeëvenaarde denkkracht aan het werk zet. Misschien doe ik het ook nog wel. Maar ik moet met rust gelaten worden. En ik moet niet worden vermoeid door het geschreeuw van deze... opgeblazen uit zijn krachtige groeiende middeleeuwse spierenbundel. Rust, ik zal je rust geven met mijn zwaard als jij weer dreigt. Oh, ik maak mezelf van kant als Smits van me wordt weggenomen. Gedraag je toch, kind. In dit huis sterft er niemand dan over mijn lijk. Ridder Roeland, als ik de vreemdeling naar zijn eigen tijd terugstuur of vooruitstuur, zal dit dan een genoegdoening voor u zijn? Ja, 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 weg, ja? Met hem, weg met hem, opgeruimd staat netjes. Ah. Maar tussen haakjes, ik denk dat het niet zoveel verschil maakt of ik hem opruim met mijn zwaard of u met uw toverkunsten. Ridder Roeland, het is gewoon beledigend, hè? Heb ik u niet van uw stijve been afgeholpen met mijn poeders? Ja, ja, dat is zo. Ja, 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 ja. Nou, ja, ja, ja. En als we dan denken aan het feit dat u de jongste van vier broeders was... die nu allemaal door een klein ongelukje om het leven zijn gekomen... zodat u zult kunnen erven... Ja, jawel, 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 daarover had ik het toch eens met u willen hebben. Huh? Ik denk dat voor mijn vader de tijd is gekomen om... Straks. Ridder Roeland, straks graag. Allereerst, meneer Smit, ik neem aan dat u bereid bent om te vertrekken. Natuurlijk, maar zoals ik al zei... Ja, 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 dat is voor elkaar, dat is voor elkaar. U zult geretourneerd worden. Oh. En vertelt u mij eens, hoe gaat u dat doen? Ik zal mijn toverformule van deze morgen nog eens herhalen, maar dan van achter naar voren. Grote goedheid. Ja, heb u geen vertrouwen in mijn krachten? U vertegenwoordigt alles waar ik tegen ben. Huh? U bent slecht, onwetenschappelijk, onkundig en vervloekte stom. Ja. Gelukkig heeft u met de ontwikkeling van de mensheid weinig of niets te maken. U zult onvermijdelijk in de vergetelheid verdwijnen. Oom, als u Smit wegstuurt, dan wil ik met hem meegestuurd worden. Oh ja? Oh ja, als dat zo is, dan wil ik ook mee. Het maakt niet zo erg veel van me uit of ik hem hier dood of in zijn eigen tijd. En mijn zwaard gaat in ieder geval met mij mee. En als ik jou nou eens niet wegstuur, meisje? Dan zal ik sterven. Huh? Het is onfatsoenlijk om aan een gebroken hart te sterven, ik weet het wel. Maar uiteindelijk moet ik toch sterven en dan... dan sterf ik maar het liefst uit liefde voor Smit. Oh, heb ik weinig kans. En weinig keuze ook. Ik zal jou dus moeten wegsturen. Ouwe baas, kijk eens even hier. Ja, nou ja, ja, wacht even. Dat weet je nog niet. Ik ga wel mee. Daar komt niets van in. Oh. Ik heb mijn hand op het gevest. Laten we gaan. Jawel. Jawel, laten we gaan. Hoe vlugger deze idioterie voorbij is, hoe vlugger ik weer aan mijn werk kan gaan. Dus zijn wij allemaal klaar om naar de tijd van meneer Smit te gaan? Ja? Ja? Mooi. Ridder Roeland, bent u klaar? Aha, klaar. U ja? Ik wil bij Smit blijven. En jij? Vreemdeling. Verdorie, laten we toch gaan. Dan begin ik. Ik begin waar ik opgehouden ben. Ik wil beginnen waar ik ophield.
We zijn er. Zeg, dit is toch uw werkplaats, nietwaar? Ah. Waarachtig. Ja. Hij heeft het klaargespeeld. Ja, ja. Hoe is het mogelijk? Dit, het is mijn studeerkamer. Niet te geloven. Daar staan mijn boeken. En mijn bureau. Ja. En daar de gesigneerde foto van Einstein. Goeie genade. Hij heeft het klaargespeeld. Ah, hoor nou toch. Verkeer, auto's. Ik ben terug, ik ben helemaal terug. Oude man, het is je geluk. Ik ben een beetje misselijk, zeg. Ja. De reis was inderdaad niet zo gelijkmatig als ik mij had voorgesteld. Maar ja, ik stond behoorlijk onder druk. Oompje. U bent de knapste tovenaar op de hele wereld. Ja, inderdaad, mijn kinderen hebben je gelijk in. Meneer, ik bied u mijn excuses aan. Oh. Ik bied u mijn oprechte excuses aan. Dit is een openbaring. Wij moeten samen praten. U moet mij dit uitleggen. Mijn naam is Gumbel, de Gumbel, ja. En dat verklaart alles. Magie. Strijdig met alles waarin ik in geloof. Ja. Goed voor sprookjes en excentriekelingen, maar het werkt. Het bestaat. Ja. Goeie hemel, het bestaat. Maar als het werkt, wat is dan het nut hiervan? Huh? Al deze boeken, die hele papierwinkel. Mijn in prima kroosleer gebonden dissertatie. Mijn graad is overbodig. Maar je hebt mij toch nog? Rustig aan, vrouw. Ik voel dat mijn zwaard onrustig wordt. Ach, kerel, ga toch weg. Gumbel, ik mag toch wel Gumbel zeggen, niet? Ja, zeg maar Gumbel. Gumbel, jij hebt de wereld veel te geven. Ja. De wereld is hier nog wel niet rijp voor, maar daar zal ik wel voor zorgen. Kijk voor hem uit, tovenaar. Hij praat wel, maar dat doet hij alleen om Julia te krijgen die nog steeds van u is. Maar in elk geval aan mij is beloofd. En ze hoort nog steeds bij mij, want ik recasseer binnenkort met dat ding daaraf. Halt! Waar ga jij heen? Naar buiten. Ik moet lucht hebben. Maar jij kunt helemaal niet naar buiten. Niet met die kleren aan. Een maliënkolder en een zwaard van anderhalve meter. Onbeschofte dwaas. Elk woord dat je spreekt snijdt 1 minuut van je armzalige leven af. Idioot. En dan te bedenken dat ik blij was dat ik zijn vrouw mocht worden. Julia, tot aan dit ogenblik ben jij nooit een wispelturig meisje geweest. Tot aan dit ogenblik ben ik nog nooit verliefd geweest. Ja, maar deze man, meneer Smit, is niet voor jou bestemd. Maar oompje, dat is hij wel. We zijn nu toch bij elkaar. Hé, kind, dat bedoel ik helemaal niet. Om u eerlijk de waarheid te zeggen, voel ik mij toch wel een beetje schuldig. Ja, je bent schuldig. Ik verzeker u dat mijn gevoelens voor uw nichtje van platonische aard zijn. Dat is helemaal niet waar. Dat geloof ik ook niet. Wacht nou. Laat me nou eens even nadenken. Ik denk dat ik ook maar een straatje omga. Het zou gezonder zijn als u dat niet deed. Huh? Wat bedoelt u? Misschien vinden de mensen u wel vreemd. Vreemd, ja. Ben vreemd. Nou? Wat nou? Waarom wil je niet van mij houden? Dat is het niet. Het is alleen maar... ik heb mijn werk, zie je. Ik geloof niet dat wij bij elkaar passen. Jij weet niet wat je wilt? Nee, misschien niet. En dat is ontoelaatbaar. Ja. Maar ik kan nu ook niet rechtlijnig denken. Hele situatie... De hele situatie is dat wij van elkaar houden. Dat is het nou ook weer niet helemaal. Oom is heel knap hoor. Ja. Maar ik zie niet in wat voor invloed dat kan hebben op jouw liefde voor mij. Ben jij soms bang voor ridder Roeland? Bang? Ja. Voor ridder Roeland? Ik? Hoe haal je het in je hoofd? Hij is geen slechte kerel. En zo sterk is hij nu ook weer niet meer. We hebben hem laatst moeten helpen toen hij zijn laatste draak doodde. Ja. Misschien kan hij jou ook wel niet doden. Ik voel me toch wel een beetje gelukkig. Hm? Begin dan nou maar van me te houden. Dat wil ik ook wel. Dan. Ik hoop dat jouw oom niets overkomt. Weet je, er mag hem niets gebeuren. Dat is heel belangrijk. Goeie hemel, wat ben jij een rare kwast! Maar ik hou toch wel van je, hoor. Oh, ik moet bekennen dat als ik je zoen, niets er verder meer toe doet. Waarom niet? Wel, zie je, ik bemoei me niet zoveel met vrouwen, begrijp je? En zij niet met mij. Ik heb het altijd erg druk gehad.
En zij waarschijnlijk ook, denk ik. Ik heb het niet druk. Nee. En samen hebben we alle tijd van de wereld. Van de wereld. Ja, toch hoop ik dat je oom niets overkomt. Wel allemachtig. Wanneer maak je mij eindelijk nou eens echt het hof? Heel mijn lijf trilt en het enige wat jij doet is je bezorgd maken over mijn oom. Ik kan het ook niet helpen. Maar zie je, het is ook allemaal zo vreemd. Het is een gekke dag, helemaal geen gewone dag. Oh, ridder Roeland. Oh. U ziet er verward uit. Tenminste als een harnas in de war kan raken. Ja, wat is dat? Een carnavalspakkie? Dat is een... Luister, heeft u de tovenaar gezien? Ik zag vele dingen, maar de tovenaar niet. Dan ga ik hem zoeken. Oh, dat zal heus niet zo moeilijk zijn. Hoezo? Als mijn oom het straatje omgaat, loopt altijd het volk te hoop. Dat is nou precies waar ik ook aan dacht. Ridder Roeland. Ja, hè? Ik moet u zeggen dat het me spijt. Ik kan er niets van doen dat ik van Smit ben gaan houden. Alsjeblieft, spreek daar niet over, hoor. Oh, en waarom niet? Omdat u zich tegenover mij niet behoeft te verontschuldigen. Oh? Ja, ik ben het die... Ga door, bid ik u. Nee. Ik ben oneerlijk tegen u geweest. Dus toch. Met Marijke Molen, nietwaar? Ik heb je wel naar de zien kijken. Nee. Daarnet, een paar minuten geleden, in een klein kamertje dat steeds maar op en neer ging. Op en neer ging? Wat is dat nou voor onzin? Dat is de waarheid. Toen ik daar juist naar buiten ging, ging een deur open. Daarachter was een kamertje en daar stond een meisje in en ze zei, naar beneden. Ja, toen ging de deur dicht en we gingen naar beneden en toen gebeurde het. Het begint erop te lijken dat niet iedereen zo traag is als die Smit in dit soort zaken. Het is verwarrend, maar wel fijn hoor. Misschien, als ik Smit nou eens meenam naar het bewegende kamertje. Ja, dat geeft je ook een angstig gevoel hoor. Oh, met Smit zeker niet. In elk geval, ridder Roeland, ik vergeef u, omdat ik nou toch met Smit ga trouwen. Zeg, wat is dat een carnavalspakje? Oh, slaat u me dood om. Maar waarom vraagt u dat? Ik kwam een paar lieden tegen die mij vroegen of ik naar een carnaval ging. Dat hebben ze aan mij ook gevraagd. Ja, maar ze zei het op een hele onaangename toon. Gemil, kikkers in de hal. En dus heb ik ze maar in padden... Kikkers. Kikkers? Ze zijn geen kikkers, zijn padden. Kikkers of padden, tover ze weer terug. Oh, goed. Al gebeurd. Bedankt. De meisjes laten hier hun benen zien. Begin nou niet weer moeilijk te doen, ja, hè? Ja, maar het is zo hoor. Ik heb het ook gezien. Het is erg interessant. Smit. Ja, Julia. Wil jij me naar het kamertje brengen dat op en neer gaat? Ridder Roeland is er ook net geweest. Hij zal je wel vertellen waar het is. Ik zal jou erheen brengen als je belooft dat je mij niet verlaat. Oh, ik zal jou nooit meer verlaten. Mm-hmm. Maar laten we dan allemaal vlug gaan. Ridder Roeland wijst ons wel de weg. Goed, dan gaan we. Maar terwijl wij weg zijn, Gumbil, wilt u dan alstublieft hier in de kamer blijven? Ja, is goed. Ga zitten nadenken. Oh, lieve Smit. Ik zal jou ook best mijn benen willen laten zien. Zal me goed en wel, maar hoe dan ook. Tijd gaat voorbij. Ik moet... Stel, ik moet werken. Ik moet terug naar mijn werk. Oh, wat is hier licht. Kan ik nog werken in zulk helder licht? Natuurkundige. Wat is dat? Wat doet hij nou eigenlijk precies? Hij zegt dat zijn werk op mijn werk lijkt, maar... Hij schijnt toch van toverformules niet veel af te weten. Nee, hij kan niet eens een kikker van een pad onderscheiden. En in magische krachten stelt hij ook niet veel belang. Maar hij heeft toch erg veel boeken. Eens even kijken. Is geloof ik erg moeilijk te lezen. Metafysica in oude culturen. Hè? Kan dat nou betekenen? Ja, goed, ik leg het niet eerder terug op zijn bureau voor ik het weet. Eens even kijken. Als een vast lichaam zich in een ruimte bevindt, bepaald door de vectoren I en J, beschrijft het altijd een rechte lijn. Kom mee, Julia. Dat is geen kamer, dat noemen wij een lift. Die dient om mensen naar de begane grond te brengen. Ja.
Hè? Ridder Roland is weer naar beneden. Prachtig, laat hem maar gaan. Ik ga terug naar jou. Dat meisje dat met Ridder Roland naar beneden ging. In de lift. De lift. Lift. Ze wilde helemaal niet dat wij ook meegingen. Je moet het toch niet overdrijven. Niet meer dan 6 personen. Het heeft iets te maken met kracht en kabels. En Ridder Roeland telt met dat harnas van hem minstens voor 5 personen. Smit. Ja, Julia. Wil je met me trouwen? Ja, Julia. Dan geeft het ook niet dat we nou niet in een bewegende kamertje zijn. Lift, Julia. Lift, Smit. En laten we nou maar naar je oom teruggaan. Natuurlijk. Dat er nog nooit aan gedacht is. Het is natuurlijk. Waar is hij nou weer mee bezig? Hij heeft al mijn boeken over de grond gesmeten. Hoe vaak ik dat toch niet tegen hem gezegd heb om de rommel op te ruimen. Het lijkt alsof hij half gek is. Wees maar niet bang, Smit. Ze ziet hier altijd uit als hij weer een vermoeden gaat proberen. Toveren? Natuurlijk. Niks toveren. Ik bedoel, dan gebeurt er weer wat. Natuurlijk. Gumbil, wees dan rustig. Hou je gemak nou. Hij leest. Aangenomen dat het energetisch systeem wordt bepaald door de enkele coördinaat Q. En vooropgesteld dat Q is Q lineair, zal er een toestand van evenwicht ontstaan. Dat is een vreemde formule. Ach kindje, dat is helemaal geen formule. Smit, ik wist helemaal niet dat dat kon. Hier ligt de sleutel van alles. Ja, eureka. Nu zal de waarheid aan het licht komen. Alsjeblieft, doe het nou niet. Je hebt toch al een sleutel. Je eigen kunst. De mijn eigen kunst komt alleen maar ramp uit voor... Je hebt ons toch hier naartoe gebracht? Deze boeken die ik net gelezen heb. Ja, zit voor mij de waarheid in. Nu zal ik het weten. Ze zingen voor mij als een minstreel. Ze strelen mijn ziel. Ze weten nu nog meer als Gumbil. Maar dat blijft niet lang zo. Maar goeie hemel, man, vergeleken met je eigen kunst zijn dit maar kruiswoordpuzzels. Ach, dan nee, niks ervan. Maar ik geloof in je. Oh, wil jij soms ook magier worden? Natuurlijk. Oh, volgt dan hetzelfde pad als ik heb gedaan, maar... Daarop zul je mij niet meer vinden, nee, want ik zal de weg gaan die jij verlaten wil. Ik ga natuurkundige worden, ik blijf hier. Dan moet je mij naar het verleden terugzenden. Oh, nou, dat is dan ook geen verrassing meer voor me. Mijn voeten heeft altijd al gezegd dat mannen idioten zijn. Maar goed, ik verlies een oom, maar ik krijg een man. Niet eens zo'n slechte ruil voor een meisje van mijn leeftijd. Ik ga trouwen. Oh, zo gauw als ik tovenaar ben, zal ik die kerel toch wat aandoen. Nou, wens niemand voor geluk. Oh, ik moet vrede, ik moet rust hebben. Hoe rust. Komt dat zo ineens, Ridder Roeland? Die jonge vrouw in dat bewegende kamertje. Huh? Ze heet liftbediende, wat een naam. Huh? Ze wil met mij trouwen. Gezinnetje stichten, wat dat ook mag betekenen. Nou, trouw dan met haar en laat mij met rust. Ik ga vandaag toch met haar trouwen. En laat er niemand bij in de weg staan. Harrel! Mijn beste Smit, lieve Julia, nou moeten jullie terug. Mooi, dan ga ik uw kunst bestuderen in dezelfde donkere werkplaats. Ja, prachtig, die is er nog allemaal. En ik zal voor je zorgen. En wie zorgt er dan voor jou, Gumbil? Voor mij? Ik heb er helemaal niemand nodig. Of voor mij te zorgen, ik heb nog altijd mijn toog voor kunsten. Daar kan ik het wel mee doen, maar jullie moeten weg, jullie moeten gaan. Maar kunt u het nog? Kunt u ons nog terugzenden? Ah, ja, natuurlijk wel. Wat dacht je dan? Allebei klaar? Ik wel, oom. Vaarwel dan maar. Vaarwel, lieve Julia. Smit. Klaar. Tot kijk dan maar, Gumbil. Vaarwel, Smit. Ieder op zijn eigen weg, hè. Goed, goed. Daar gaan we. Ze zijn verdwenen. Ik heb eindelijk rust. Zo. Even kijken, wat hebben we hier nou? De theorie van de elektrotechniek. Oh, ziet er erg interessant uit. Ja. Heeft gebracht. Maar ik zie anders niets. Ik ken deze streek toch? Oh ja. Nou, kijk dan maar eens goed rond. Dan moet jouw huis hier ergens staan. Die boom daar. Die boom, die ken ik. Daar speelde ik altijd toen. Luister eens. Daar komt wat aan. Dat zijn soldaten. En ze hebben... Goeie hemel, ik geloof dat jouw oom... Patrouille, halt. Goedemorgen. Goedemorgen. In de naam van Caesar, heil.
Mijn oom is tovenaar. Dat was een klucht voor radio van Alexander Guyen in een vertaling van Frank Hertsen. De verteller was Bob Verstraeten, de tovenaar Paul Deen. Julia werd gespeeld door Corrie van der Linde, Smit door Hans Veerman, Ridder Roeland door Bert Dijkstra en een Romeins soldaat door Bob Verstraeten. Technische realisatie Teun Lammes, regie Jacques Besançon. Zoals ik al zei... Ja, dat is voor elkaar, U zult geretourneerd worden. Oh. En vertelt u mij eens, hoe gaat u dat doen? Ik zal mijn toverformule van deze morgen nog eens herhalen, maar dan van achter naar voren. Grote goedheid. Ja, heb u geen vertrouwen in mijn krachten? U vertegenwoordigt alles waar ik tegen ben. Huh? U bent slecht, onwetenschappelijk, onkundig en vervloekte stom. Ja. Gelukkig heeft u met de ontwikkeling van de mensheid weinig of niets te maken. U zult onvermijdelijk in de vergetelheid verdwijnen. Oom, als u Smit wegstuurt... Dan wil ik met hem meegestuurd worden. Oh ja? Oh ja, als dat zo is, dan wil ik ook mee. Het maakt niet zo erg veel van me uit of ik hem hier dood of in zijn eigen tijd. En mijn zwaard gaat in ieder geval met mij mee. En als ik jou nou eens niet wegstuur, meisje? Dan zal ik sterven. Huh? Het is onfatsoenlijk om aan een gebroken hart te sterven, ik weet het wel. Maar uiteindelijk moet ik toch sterven. En dan sterf ik maar het liefst uit liefde voor Smit. Oh, heb ik weinig kans. En weinig keuze ook. Ik zal jou dus moeten wegsturen. Ouwe baas, kijk eens even hier. Ja, wacht even. Dat weet je nog niet. Ik ga wel mee. Daar komt niets van in. Oh. Ik heb mijn hand op het gevest. Laten we gaan. Jawel, laten we gaan. Hoe vlugger deze idioterie voorbij is, hoe vlugger ik weer aan mijn werk kan gaan. Dus zijn wij allemaal klaar om naar de tijd van meneer Smit te gaan? Ja? Mooi. Ridder Roeland, bent u klaar? Aha, klaar. U ja? Ik wil bij Smit blijven. En jij? Geen ding. Verdorie, laten we toch gaan. Dan begin ik. Ik begin waar ik opgehouden ben. Ik wil beginnen waar ik ophield. We zijn er. Zeg, dit is toch uw werkplaats, nietwaar? Ah, waarachtig. Ja. Hij heeft het klaargespeeld. Oh. Ja, ja. Hoe is het mogelijk? Het is mijn studeerkamer. Niet te geloven. Daar staan mijn boeken. En mijn bureau. Ja. En daar de gesigneerde foto van Einstein. Goeie genade. Hij heeft het klaargespeeld. Ah, hoor nou toch. Verkeer, auto's. Ik ben terug, ik ben helemaal terug. We zijn er. Zeg, dit is toch uw werkplaats, nietwaar? Ah, waarachtig. Ja. Hij heeft het klaargespeeld. Oh. Ja, ja. Hoe is het mogelijk? Het is mijn studeerkamer. Niet te geloven. Daar staan mijn boeken. En mijn bureau. Ja. En daar de gesigneerde foto van Einstein. Goeie genade. Hij heeft het klaargespeeld.
Ach, hoor. Hoor nou toch. Verkeer, auto's. Ik ben terug, ik ben helemaal terug. Oude man, het is je geluk. Ik ben een beetje misselijk, zeg. Ja. De reis was inderdaad niet zo gelijkmatig als ik mij had voorgesteld. Maar ja, ik stond behoorlijk onder druk. Oompje, u bent de knapste tovenaar op de hele wereld. Ja, inderdaad, mijn kinderen hebben je gelijk in. Meneer, ik bied u mijn excuses aan. Oh. Ik bied u mijn oprechte excuses aan. Dit is een openbaring. Wij moeten samen praten. U moet mij dit uitleggen. Mijn naam is Gumbel, de Gumbel. Ja. En dat verklaart alles. Magie. Strijdig met alles waarin ik in geloof. Ja. Goed voor sprookjes en excentriekelingen, maar het werkt. Het bestaat. Ja. Goeie hemel, het bestaat. Maar als het werkt, wat is dan het nut hiervan? Huh? Al deze boeken, die hele papierwinkel. Mijn in prima kalfsleer gebonden dissertatie. Mijn graad is overbodig. Maar je hebt mij toch nog? Rustig aan, vrouw. Ik voel dat mijn zwaard onrustig wordt. Ach, kerel, ga toch weg. Gumbel, ik mag toch wel Gumbel zeggen, niet? Ja, zeg maar Gumbel. Gumbel, jij hebt de wereld veel te geven. Ja. De wereld is hier nog wel niet rijp voor, maar daar zal ik wel voor zorgen. Kijk voor hem uit, tovenaar. Hij praat wel, maar dat doet hij alleen om Julia te krijgen die nog steeds van u is. Maar in elk geval aan mij is beloofd. En ze hoort nog steeds bij mij, want ik recasseer binnenkort met dat ding daaraf. Halt! Waar ga jij heen? Naar buiten. Ik moet lucht hebben. Maar jij kunt helemaal niet naar buiten. Niet met die kleren aan. Een maliënkolder en een zwaard van anderhalve meter. Onbeschofte dwaas. Elk woord dat je spreekt snijdt 1 minuut van je armzalige leven af. Idioot. En dan te bedenken dat ik blij was dat ik zijn vrouw mocht worden. Julia, tot aan dit ogenblik ben jij nooit een wispelturig meisje geweest. Tot aan dit ogenblik ben ik nog nooit verliefd geweest. Ja, maar deze man, meneer Smit, is niet voor jou bestemd. Maar oompje, dat is hij wel. We zijn nu toch bij elkaar. Hey, kind, dat bedoel ik helemaal niet. Om u eerlijk de waarheid te zeggen. Waarom draagt u zulke kleren? Hey, meneer Smit, zijn hele gewone kleren. Die van u zijn vreemd. Wel, wat is hier aan de hand? Waar voor de duivel ben ik? Welk jaar is dit? 914. Oh, wat heb ik gedaan in Einsteins naam? Wat heb ik gedaan? Is die man gek, hoor? Oh, dat is best mogelijk, hoor, maar je moet niet bang zijn. Oh. Zeg, vreemdeling, meneer Smit, vertel eens. Waar dacht u nou eigenlijk dat u was? 1971 natuurlijk. Het is zo, oom, hij is gek. En het is 1971, begrijpt u dat dan niet? Ja. Gumbel ziet het, hij is wel weg. Vreemdeling, u bent uit de toekomst gekomen. Waarachtig. Inderdaad. In het verleden. Waar geen tijd meer is. Gisteren. Weg vandaag. De wereld, morgen, middag en avond, de hele boel bij elkaar. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Hou nou maar eens op. Oh. Oom, als dit waar is. Als u deze man uit de tijd hebt gehaald, ik bedoel, vanuit zijn tijd naar de onze, dan... Oh, u moest u schamen. Kinderen, dat is helemaal niet mijn bedoeling om deze man hier te halen, hoe interessant het ook is. Want het is toch zeker een bewijs van mijn kracht. Het was mijn bedoeling helemaal niet om met de tijd te experimenteren. Nee, ik wilde alleen de dood overwinnen. Oh, meneer, mijn welgemeende excuses. Dus dan bent u misschien de een of andere tovenaar? Meneer, ik ben de allergrootste tovenaar. Nou, wel, in elk geval, uw verontschuldigingen zijn niet nodig. De fout zat bij mij. Huh? Ziet u, oude man, het is namelijk zo dat de experimenten waarmee ik bezig ben in brede verband te maken hebben met wat men noemt het eeuwige leven. Huh. Het is verbazingwekkend dat u er op uw manier ook mee bezig bent, maar ik beschouw het toch meer als een toeval. Waarschijnlijk zijn mijn berekeningen ergens uit de hand gelopen, een decimaaltje of zo, maar de fout lag bij mij. Gij zijt een luterende dwaas, ja. Ik, Gumbel, heb mijn fout al gelokaliseerd. De fout zat in de 7e bestanddeel. Als natuurkundige veroorloof ik mij op te merken dat ik het recht heb op mijn eigen fouten. Ik claim mijn eigen fouten. Dat doen wij allemaal. Huh? Meneer, er kans is op een behoorlijke verklaring van die fout. De grootste en de meest populaire boeken over de evolutie hadden wetenschappelijke fouten onderkend. Ik heb u hier gebracht. Dat spijt mij, ik heb mijzelf hier gebracht. Breng jezelf dan ook maar weer terug. Ja. Wel, het spijt me dat ik hem heb, dat ik hem kwaad heb gemaakt. Ach, oom is een wind die zichzelf wegblaast.
Hij is een goede man. Ja. Hij zal nog geen vlieg kwaad doen. Alleen hem nemen in de weg staan. En wat gebeurt daarmee? Ja, hij is een tovenaar. Ja. Dus dit is nu de oude... Zo oud ben ik niet, meneer. Inderdaad niet. Zo gelijkmatig als ik mij had voorgesteld, maar ja, ik stond behoorlijk onder druk. Oompje, u bent de knapste tovenaar op de hele wereld. Ja, inderdaad, mijn kinderen hebben je gelijk in. Meneer, ik bied u mijn excuses aan. Oh. Ik bied u mijn oprechte excuses aan. Dit is een openbaring. Wij moeten samen praten, u moet mij dit uitleggen. Mijn naam is Gumbel, de Gumbel, en dat verklaart alles. Magie. Strijdig met alles waarin ik in geloof. Ja. Goed voor sprookjes en excentriekelingen, maar het werkt. Het bestaat. Ja. Goeie hemel, het bestaat. Maar als het werkt, wat is dan het nut hiervan? Huh? Al deze boeken, die hele papierwinkel. Mijn in prima kalfsleer gebonden dissertatie. Mijn graad is overbodig. Maar je hebt mij toch nog? Rustig aan, vrouw. Ik voel dat mijn zwaard onrustig wordt. Ach, kerel, ga toch weg. Gumbel, ik mag toch wel Gumbel zeggen, niet? Ja, zeg maar Gumbel. Gumbel, jij hebt de wereld veel te geven. Ja. De wereld is hier nog wel niet rijp voor, maar daar zal ik wel voor zorgen. Kijk voor hem uit, tovenaar. Hij praat wel, maar dat doet hij alleen om Julia te krijgen die nog steeds van u is. Maar in elk geval aan mij is beloofd. En ze hoort nog steeds bij mij, want ik recasseer binnenkort met dat ding daaraf. Halt! Waar ga jij heen? Naar buiten. Ik moet lucht hebben. Maar jij kunt helemaal niet naar buiten. Niet met die kleren aan. Een maliënkolder en een zwaard van anderhalve meter. Onbeschofte dwaas. Elk woord dat je spreekt snijdt 1 minuut van je armzalige leven af. Idioot. En dan te bedenken dat ik blij was dat ik zijn vrouw mocht worden. Julia, tot aan dit ogenblik ben jij nooit een wispelturig meisje geweest. Tot aan dit ogenblik ben ik nog nooit verliefd geweest. Ja, maar deze man, meneer Smit, is niet voor jou bestemd. Maar oompje, dat is hij wel. We zijn nu toch bij elkaar. Hey, kind, dat bedoel ik helemaal niet. Om u eerlijk de waarheid te zeggen, voel ik mij toch wel een beetje schuldig. Ja, je bent schuldig. Ik verzeker u dat mijn gevoelens voor uw nichtje van platonische aard zijn. Dat is helemaal niet waar. Dat geloof ik ook niet. Wacht nou. Laten we nou eens even nadenken. Ik denk dat ik ook maar een straatje omga. Het zou gezonder zijn als u dat niet deed. Huh? Wat bedoelt u? Misschien vinden de mensen u wel vreemd. Vreemd, ja. Ben vreemd. Nou? Wat nou? Waarom wil je niet van mij houden? Dat is het niet. Het is alleen maar... ik heb mijn werk, zie je. En, ik geloof niet dat wij bij elkaar passen. Jij weet niet wat je wilt? Nee, misschien niet. En dat is ontoelaatbaar. Ja. Maar ik kan nu ook niet rechtlijnig denken. De hele situatie is dat wij van elkaar houden. Dat is het nou ook weer niet helemaal. Oom is heel knap hoor. Maar ik zie niet in wat voor invloed dat kan hebben op jouw liefde voor mij. Een terugkeer werken. Want om terug te keren zal ik wel moeten werken, denk ik zo. Als het niet gemakkelijk zijn zonder mijn boeken. Maar goed, ik zal het moeten proberen. Ik bedoel, men moet tegenspoed niet uit de weg gaan. Misschien wilt u na een tijdje wel helemaal niet meer terug. Dat denk ik toch niet. Vindt u mij een beetje mooi? Mooi, ja, zeker. Zo is het toch. Maar dit is niet mijn mooiste jurk, hoor. Ik heb er nog eentje van zijde die oom voor mij heeft gekocht van het geld dat hij heeft verdiend met een gelukte voorspelling. Ik ben maagd, weet u dat? Werkelijk? Maar ik ben niet vrij. Bent u ook niet vrij meer? Nee, och, mij mist niemand. Maar mijn werk staat stil. Tenminste, voor zolang als dit hier duurt. Vindt u mij aardig? Als u mij aardig vindt, mag u me zoenen. Ridder Roland heeft gezegd dat ik de zoetste adem in het hele koninkrijk heb. Ik denk dat u me nog wel eens mag kussen. Ik zal u 3 maal neerslaan. Ridder Roland! Wie is deze man? Aangenaam. Mijn naam is Smit. Ik ben natuurkundige. Natura, dat kan ik zien. Nee, dat is het niet. Dit is Ridder Roland met wie ik verloofd ben. Juist, en dat blijft zo. Hij die de maagd Julia benadert, sterft door mijn zwaard. Uw boosheid is misplaatst, meneer. Want ik ben het die hem verleidde. En je moet ook niet zo de bullebak uithangen, al doe je dat dan ook nog zo fantastisch. Smit is een vreemdeling, ver weg van huis en je moet hem vriendelijk ontvangen. Dat zullen we later nog wel bespreken, Julia.
En u, mijn heer, uit welk land komt u? Meneer Smit komt uit de toekomst. Hij is een duivel. Nou ja, we leven in een vreemde wereld. We kunnen dit het beste oplossen door met krachtige Ik ben een geleerde. Zo is het, meneer Smit is een geleerde. Hij deed een proef die mislukte, of misschien mislukte die van oom. Maar hoe dan ook, hij is nou hier. En ik hou van hem. Dan zal Smit sterven. Nee! Ellen, of... Ik denk dat ik het wel kan uitleggen. Ridder Roland, hoe goed. Gebeuren hier wel vreemde dingen in mijn huis. Deze man is van plan om mij te vermoorden. Ik weiger te sterven voor een decimaalfout. Hé, hey, Ridder Roland, is het waar? Inderdaad. Als u niet binnengekomen was, zou hij nu door mijn zwaard in duizend... Ja, ja, zoals gewoonlijk. Uw zwaard is weer scherper dan uw verstand. In ieder geval, u kunt hem helemaal niet doden, want dat zou de situatie nog gecompliceerder maken dan de situatie eigenlijk al is. Ik moet hem doden. Uw nichtje heeft zojuist gezegd dat zij van die man hield. Oh, is het waar, Julia? Jawel, oompje. Ik hou van de vreemdeling. Dood aan de vreemdeling. Toe, nou is het afgelopen, jullie allebei. Laat er niks meer over horen. Te laat. Toen ik binnenkwam, waren ze bezig elkaar af te likken. Huh? Ze weten nu nog meer als Gumbel. Maar dat blijft niet lang zo. Gewoon nee. Maar goede hemel, man, vergeleken met je eigen kunst zijn dit maar kruiswoordpuzzels. Ach, nee, niks ervan. Maar ik geloof in je. Oh, wil jij soms ook magier worden? Natuurlijk. Oh, volg dan hetzelfde pad als ik heb gedaan, maar daarop zul je mij niet meer vinden. Nee, want ik zal de weg gaan die jij verlaten wil. Ik ga natuurkundige worden. Ik blijf hier. Dan moet je mij naar het verleden terugzenden. Oh, nou, dat is dan ook geen verrassing meer voor me. Mijn voeten heeft altijd al gezegd dat mannen idioten zijn. Maar goed... Ik verlies een oom, maar ik krijg een man. Niet eens zo'n slechte ruil voor een meisje van mijn leeftijd. Ik ga trouwen. Oh, zo gauw als ik tovenaar ben, zal ik die kerel toch wat aandoen. Nou, wens niemand voor geluk. Oh, ik moet vrede, ik moet rust hebben. Hoe rust. Komt dat zo ineens, Ridder Roland? Die jonge vrouw in dat bewegende kamertje. Huh? Ze heet liftbediende, wat een naam. Huh? Ze wil met mij trouwen. Gezinnetje stichten, wat dat ook mag betekenen. Nou, trouw dan met haar en laat mij met rust. Ik ga vandaag toch met haar trouwen. En laat er niemand bij de weg staan. Harrel! Mijn beste Smits, lieve Julia, nou moeten jullie terug. Mooi, dan ga ik uw kunst bestuderen in dezelfde donkere werkplaats. Ja, prachtig, die is er nog allemaal. En ik zal voor je zorgen. En wie zorgt er dan voor jou, Gumbel? Voor mij? Ik heb er helemaal niemand nodig. Of voor mij te zorgen, ik heb nog altijd mijn toog voor kunsten. Daar kan ik het wel mee doen, maar jullie moeten weg, jullie moeten gaan. Maar kunt u het nog? Kunt u ons nog terugzenden? Ja, natuurlijk wel. Wat dacht je dan? Allebei klaar? Ik wel, oom. Vaarwel dan maar. Vaarwel, vaarwel, lieve Julia. Smit. Klaar. Tot kijk dan maar, Gumbel. Vaarwel, Smit. Ieder op zijn eigen weg, hè. Goed, goed. Daar gaan we. Ze zijn verdwenen. Ik heb eindelijk rust. Zo. Eens even kijken, wat hebben we hier? Nou, de theorie van de elektrotechniek. Oh, ziet er erg interessant uit. Ja. Heeft gebracht. Maar ik zie anders niets. Ik ken deze streek toch? Oh ja. Nou, kijk dan maar eens goed rond. Dan moet jouw huis hier ergens staan. Die boom daar. Die boom, die ken ik. Daar speelde ik altijd toen. Luister eens. Daar komt wat aan. Dat zijn soldaten. Dit systeem wordt bepaald door de enkele coördinaat Q. En vooropgesteld dat Q is Q lineair. Zal er een toestand van evenwicht ontstaan. Dat is een vreemde formule. Ach kindje, dat is helemaal geen formule. Smit. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Hier ligt de sleutel van alles. Ja, eureka, eureka. Nu zal de waarheid aan het licht komen. Alsjeblieft, doe het nou niet. Je hebt toch al een sleutel. Je eigen kunst. De mijn eigen kunst komt alleen maar ramp uit. Je hebt ons toch hier naartoe gebracht. Deze boeken die ik net gelezen heb. Ja, ziet voor mij de waarheid in. Nu zal ik het weten. Ze zingen voor mij als een minstreel. Ze strelen mijn ziel. Ze weten nu nog meer als Gumbel.
Maar dan blijft hij lang zo. Oh, nee. Maar goede hemel, man, vergeleken met je eigen kunst zijn dit maar kruiswoordpuzzels. Ach, man, nee, niks ervan. Maar ik geloof in je. Oh, wil jij soms ook magier worden? Natuurlijk. Oh, volg dan hetzelfde pad als ik heb gedaan, maar daarop zul je mij niet meer vinden, nee, want ik zal de weg gaan die jij verlaten wil. Ik ga natuurkundige worden, ik blijf hier. Dan moet je mij naar het verleden terugzenden. Oh, nou, dat is dan ook geen verrassing meer voor me. Mijn voedster heeft altijd al gezegd dat mannen idioten zijn. Maar goed, ik verlies een oom, maar ik krijg een man. Niet eens zo'n slechte ruil voor een meisje van mijn leeftijd. Ik ga trouwen. Oh, zo gauw als ik tovenaar ben, zal ik die kerel toch wat aandoen. Nou, wens niemand voor geluk. Oh, ik moet vrede, ik moet rust hebben. Hoe rust. Komt dat zo ineens, ridder Roland? Die jonge vrouw in dat bewegende kamertje. Huh? Ze heet liftbediende, huh? Wat een naam. Huh? Ze wil met mij trouwen. Gezinnetje stichten, wat dat ook mag betekenen. Nou, trouw dan met haar en laat mij met rust. Ik ga vandaag toch met haar trouwen. En laat er niemand bij in de weg staan. Harrel! Mijn beste Smits, lieve Julia, nou moeten jullie terug. Mooi, dan ga ik uw kunst bestuderen in dezelfde donkere werkplaats. Ja, is prachtig, die is er nog allemaal. En ik zal voor je zorgen. En wie zorgt er dan voor jou, Gumbel? Voor mij? Ik heb er helemaal niemand nodig. Of voor mij te zorgen, ik heb nog altijd mijn toog voor kunsten. Daar kan ik het wel mee doen, maar jullie moeten weg, jullie moeten gaan. Maar kunt u het nog? Kunt u ons nog terugzenden? Ah, ja, natuurlijk wel. Wat dacht je dan? Allebei klaar? Ik wel, oom. Vaarwel dan maar. Vaarwel, vaarwel, lieve Julia. Smit. Klaar. Tot kijk dan maar, Gumbel. Vaarwel, Smit. Ieder op zijn eigen weg, hè. Goed, goed. Daar gaan we. Ze zijn verdwenen. Ik heb eindelijk rust. Zo. Even kijken, wat hebben we hier naar de theorie van de elektrotechniek. Oh, ziet er erg interessant uit. Ja. Ik hoop dat jouw oom niets overkomt. Weet je, er mag hem niets gebeuren. Dat is heel belangrijk. Goeie hemel, wat ben jij een rare kwast! Maar ik hou toch wel van je, hoor. Hmm. Oh, ik moet bekennen dat als ik je zoen, niets er verder meer toe doet. Waarom niet? Wel, zie je, ik bemoei me niet zoveel met vrouwen, begrijp je? En zij niet met mij. Ik heb het altijd erg druk gehad. En zij waarschijnlijk ook, denk ik. Ik heb het niet druk. Nee. En samen hebben we... Alle tijd van de wereld. Van de wereld. Oh. Ja, toch hoop ik dat je oom niets overkomt. Wel allemachtig. Wanneer maak je mij eindelijk nou eens echt het hof? Heel mijn lijf trilt en het enige wat jij doet is je bezorgd maken over mijn oom. Nee, ik kan het ook niet helpen. Maar zie je, het is ook allemaal zo vreemd. Het is een gekke dag. Helemaal geen gewone dag. Oh, ridder Roland. Oh. U ziet er verward uit. Tenminste, als een harnas in de war kan raken. Ja, wat is dat? Een carnavalspakkie? Dat is een... Hm? Luister, heeft u de tovenaar gezien? Ik zag vele dingen, maar de tovenaar niet. Dan ga ik hem zoeken. Oh, dat zal heus niet zo moeilijk zijn. Hoezo? Als mijn oom het straatje omgaat, loopt altijd het volk te hoop. Dat is nou precies waar ik ook aan dacht. Ridder Roland. Ja, hè? Ik moet u zeggen dat het me spijt. Ik kan er niets van doen dat ik van Smit ben gaan houden. Alsjeblieft, spreek daar niet over, hoor. Oh, en waarom niet? Omdat u zich tegenover mij niet behoeft te verontschuldigen. Oh? Ja, ik ben het die... Ga door, bid ik u. Nee, ik ben oneerlijk tegen u geweest. Dus toch. Met Marijke Molen, nietwaar? Ik heb je wel naar de zien kijken. Nee. Daarnet... Een paar minuten geleden in een klein kamertje dat steeds maar op en neer ging. Op en neer ging? Wat is dat nou voor onzin? Dat is de waarheid. Toen ik daar juist naar buiten ging, ging een deur open. Daarachter was een kamertje en daar stond een meisje in en ze zei, naar beneden. Ja, toen ging de deur dicht en we gingen naar beneden en toen gebeurde het. Het begint erop te lijken dat niet iedereen zo traag is als die Smit in dit soort zaken. Het is verwarrend, maar wel fijn, hoor. Misschien. Als
ik Smit nou eens meenam naar het bewegende kamertje. Ja, dat geeft je ook een angstig gevoel. Oh, met Smit zeker niet. In elk geval, ridder Roeland, ik vergeef u. Omdat ik nou toch met Smit ga trouwen. Zeg, wat is dat een carnavalspakje? Oh, slaat u me dood om. Maar waarom vraagt u dat? Kom een paar liedjes.